Dit pand aan het Stadhuisplein in Eindhoven gaat binnenkort tegen de vlakte. En daarmee komt een eind aan een jarenlange discussie over het voormalige pand van de ABN AMRO. Er zijn al vele jaren plannen voor nieuwbouw op deze plek. Het pand staat al een tijdje leeg en heeft nu last van zwervers. Het gebouw ernaast is vorig jaar al afgebroken. De discussie gaat vooral over de oude gevel, die stamt uit de tijd van de wederopbouw. En gebouwen uit die tijd worden steeds zeldzamer. Daarom verzetten de Henry van Abbe Stichting en de Wederopbouwstichting zich tegen de sloopplannen. De gevel komt waarschijnlijk wel terug in de nieuwbouw. Dat hebben de twee organisaties afgesproken met de gemeente en de eigenaar Geva Vastgoed.